Ik ben Belle de Rode en ik studeer kunstgeschiedenis. We zijn hier in het Groninger Museum. Het Groninger Museum werkt heel nauw samen met de universiteit. Dus met studie kunstgeschiedenis hebben we ook heel veel contact met het museum. We krijgen hier soms college. Het museum wilde graag meer gaan samenwerken met regionale en hedendaagse kunstenaars. Dus kunstenaars die hier in de regio wonen en werken. Ik heb voor mijn scriptie onderzoek gedaan naar hoe zij een regionale en hedendaagse beleidsvorming zouden kunnen doen. Als onderdeel van het onderzoek heb ik stage gelopen als assistent van een kunstenaar die hier in Groningen woont en werkt, Ruud Veenekamp. Hij zou een tentoonstelling krijgen hier in het Groninger Museum en dat zou eigenlijk dienen als een soort proef voor hoe ze dat regionale en hedendaagse beleid zou kunnen vormgeven. Ik heb de kunstenaar niet alleen geassisteerd in voorbereiding van deze tentoonstelling, maar ook geholpen met de redactie van zijn boek. Tijdens mijn bacheloronderzoek werd ik begeleid door de museumdirecteur Andreas Bluhm. Hij is ook bijzonder hoogleraar bij ons aan de universiteit. Als resultaat heb ik een advies gevormd voor hoe het museum dan uiteindelijk die kunst een plek zou kunnen geven in het museum. Ik zelf heb ervoor gekozen om richting moderne en hedendaagse kunst te gaan. Maar daarnaast is het ook mogelijk om je meer te specialiseren richting oude kunst, architectuur en stedenbouw of zelfs landschapsgeschiedenis. Ik zelf heb voor de richting moderne en hedendaagse kunst gekozen omdat dat voor mij het meest interessante gebied is. Daar gebeurt nog het meest. Daar wordt toch het meest gespeeld met nieuwe media en nieuwe vormen. En ik vind het ook leuk dat je de kans hebt om, zoals nu gebeurd is met mijn stage, dat je een kunstenaar dichterbij leert kennen. Hij leeft nu, hij leeft in de wereld waarin we nu zitten. En ik vind het leuk als het daarop reageert en daarmee te maken heeft.